Gordon heeft gisteravond in zijn penthouse in Amsterdam een hoop gasten ontvangen om zijn 55ste verjaardag te vieren. Het was een drukte van jewelste en ook zijn goede vriend William Rutte was erbij. Hij moest iets eerder vertrekken, omdat hij later op de avond verwacht werd in de studio van Show Nieuws. Eenmaal aan de Show Nieuws desk lichtte William een tipje van de sluier op over de verjaardag van Gordon. Hij deed daar erg mysterieus over de gastenlijst. Ja. Patricia Pai zag ik lopen. Ook wat mensen die ik niet ga noemen om redenen dat het even niet kan. Nee, dat ga ik ook niet uitleggen, want dan doe ik het alsnog. William begon uit zichzelf over deze gasten die hij niet kon noemen. Het is ten eerste onduidelijk waarom hij daarover begon. Niemand vroeg hem om iets te vertellen over gasten waarover hij niets mag vertellen, en ten tweede is het onduidelijk op wie hij doelt. Volgens de Jews-kanalen heeft dit te maken met de aanwezigheid van John van den Heuvel. John wordt nog altijd zwaar beveiligd. Hij werd twee jaar geleden hals over kop weggehaald bij de verjaardag van Gordon, omdat enkele minuten daarvoor Peter R. de Vries werd neergeschoten. En vorig jaar was er ook een dreiging rond zijn eventuele aanwezigheid op Gordons verjaardag, maar toen was de misdaadjournalist in ons land en de zanger in Dubai. Ditmaal was John dus wel van de partij bij Gordons feest en daar schijnt William dus op gedoeld te hebben. Dat gaat over beveiliging, de aanwezigheid van John van den Heuvel bijvoorbeeld. Dat mag natuurlijk niemand weten, zegt een spion van Juice Channel. Een andere spion begrijpt de uitspraken van William niet. Ik heb een familielid van hem op Facebook, het is gewoon interessant doen. Zij plaatste ook gewoon foto's met diverse gasten. Onder andere John van den Heuvel en Herman den Blijker. Juice Channel denkt dat William even wilde laten blijken dat hij meer weet dan de kijkers thuis. John was er volgens een bron inderdaad. Dan zou het verhaal inderdaad over hem gaan. Maar nogmaals, waarom zou je daar interessant over willen doen?